Financiënminister Gilmore Hoefdraad zal een onderzoek laten verrichten naar de bedrijfsprocedures van de Surinaamse Postbaarbank. De bewindsman heeft hiertoe eerst een onderhoud gehad met de Centrale Landsaccountantsdienst en het accountantskantoor Lutschman. Dit meldt het Nationaal Informatieinstituut in een persbericht. Volgens het NII hebben de recente berichtgevingen over de SPSB de aandacht van de minister. Deze zaak kwam aan het rollen nadat C47-voorzitter Robbie Berenstein tijdens de laatst gehouden Assemblee van de Arbeid aangaf dat er onbesuisd wordt omgesprongen met staatsgelden. De resultaten van het onderzoek zullen worden gerapporteerd aan de directe en indirecte toezichthouders van de SPSB.